Als er vroeger geruzied werd, dan was er één iets die te erg was. Er was één zin waarmee je tegenstander volledig kon slopen. De schaakmat in ruzies. Ik ga het zeggen naar je mama. Ik ga het zeggen tegen de leerkracht. En dan dacht je zo... Nee! Niet aan de leerkracht alsjeblieft. Nee! Tijden zijn veranderd. Niemand geeft nog fucks om leerkrachten. Nu zijn het de fangirls. Zorg dat je ruzie nooit bij fangirls komt. Echt waar, je hebt de ruzie en dan komen er mensen bij. En dan is de ruzie ineens gewoon voor iets volledig anders. En... Zeg het alsjeblieft niet aan mijn mama. Te erg. Vandaag ga ik jullie tonen wat er allemaal gebeurt. Als je vertelt aan fangirls dat je ruzie hebt. En welke dingen er gewoon bij komen. Want het is alsof ze allemaal dingen zelf verzinnen en er zelf gewoon bij gaan gooien. Crazy. Vandaag is de eerste keer in tijden dat ik een broek aan heb en schoenen. Er liggen echt overal kleren in elke hoek van mijn kamer. Is dat een weave? Fangirls. Je hebt ze in alle kleuren en maten. Soms komen ze zelf in andere vormen. Heel soms weten ze zelf niet eens waarover dat ze aan het praten zijn. Snappen ze zelf niet eens waarvoor dat ze aan het strijden zijn. Dan gebeurt dit. Dan zeggen ze, hey Acid, ik expose je. Je oude tweets. Met berichten die je ooit hebt gestuurd aan mij op Instagram. En dan denk ik in mezelf, wat dan? Wat heb ik ooit gestuurd? Komen ze hiermee? Oude tweets. Oude Facebook berichten. Oude Instagram chats. Die ik ooit gestuurd zou hebben. Ga jullie niet langer laten wachten. Dit was één iets die naar mijn hoofd is gegooid. Het is deze Instagram chat. Om de fangirl toch een beetje naar waarde te laten, ga ik haar naam niet zeggen. Ze zegt, hallo, hoezo heb je ruzie met Ryan? Hallo, kutmogel. En dan reageerde ik, jij hoeft hier niet mee te bemoeien, 11-jarige kankercel. Dit is een mooi voorbeeld van een fake chat, waar je goed kan zien dat het meisje een fangirl is van Ryan. Want ik zou nooit de woorden cel, 11-jarige en kanker in één zin gebruiken. En ten tweede, why the fuck zou ik ooit antwoorden op dit meisje? Waarom zou ik antwoorden op dit bericht? Waarom? Niet dat ik veel antwoorden op berichten of zo, maar waarom zou ik dan antwoorden op deze? Ik typ niet zo. Mensen die mij al langer kijken weten dat ik nooit zou zeggen. Je hoeft hier niet mee te bemoeien, 11-jarige kankercel. Ik zou nooit cel zeggen. Ik denk, what the fuck? Maar dat is nog niet alles. Er is nog meer. Deze keer gaat het om een tweet. Tweet die ik gepost zou hebben op 16 januari 2016. De tweet gaat als volgt. Mijn fans zijn echt 11-jarige kankermogeltjes, maar echt. Yo, even serieus. Als ik dit echt op Twitter zou gezet hebben 16 januari, zou er daar toch al een hele fucking heksa rond geweest zijn. Zou het wel raar zijn als die nu pas mensen zien van wow, hij heeft dat fucking een jaar geleden getweet. Dit is vreselijk. Ik typ niet zo. En we kunnen precies dezelfde elementen uit deze tweet halen als we uit het Instabericht konden halen. 11-jarig en kanker. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik zie je gelijkenis. Ik zou nooit mogoltjes zeggen. Ik zou nooit ma zeggen met twee a's. Voelt fake. Ik herken mezelf hier niet in. Misschien heb ik het nooit getweet. Misschien is dit zoiets wat fangirls verzinnen om toch mensen te laten denken van yo, is er slecht? Ergste van allemaal. De foto waar mensen denken dat ik helemaal kapot ben van de drugs. Deze foto. Wat is er met je ogen, Acid? Heb je veel ecstasy genomen? Heb je veel weed gerookt? Is het, je moet echt minder drugs doen, man. Vertel me wat je drinkt. We verdelen de winst nu. Hey, de hele gang is sinds nu. Ben met je bitch en het is lit nu. It's lit. Vertel me wat je drinkt nu. Het verhaal weten achter deze foto. Deze foto heb ik wel echt op Twitter gezet. Deze foto heb ik echt in januari vorig jaar op Twitter gezet. Ik had naar Star Wars gekeken en ik had ze alle zes naar elkaar gecheckt. En ik heb nogal een emotionele band met Anakin. En toen hij veranderde in Darth Vader, dan moet ik altijd huilen. En ik had die foto gewoon gepost op Twitter met een als caption erbij. Kijk nooit naar Star Wars, want je huilt je ogen eruit. En de mensen die deze foto nu hebben genomen en dus zeggen dat ik daar helemaal kapot ben van de drugs en zo, die weten dus ook dat ik daarbij heb gezet, want ze hebben dat gelezen voordat ze die foto hebben kunnen opslaan. Maar blijkbaar hebben ze dat even niet gezien en waren ze even blind en hebben ze gewoon gedacht van, yo, is het die crack junk? Waarschijnlijk helemaal kapot van de drugs. Ladies and gentlemen, I wanna tell you this. Ruzie is een heel leuk ding in onze maatschappij. Maar vandaag heb ik alweer een lesje geleerd. Dat is dat als YouTuber met toch wel enkele aardige abonnees, zorg niet dat je ruzie maakt op social media. Ik ben meer dingen te weten gekomen over mezelf dat ik niet eens wist dan ooit. Wow, it's crazy. Die tweets, die berichten, die foto's, ik wist zelf niet eens dat ik zo kapot was van de drugs. Ik heb mijn les geleerd. En deze video is zeker niet sarcastisch. Zeker niet. Absoluut niet. Dus. Ik vind het echt geweldig om mijzelf te leren kennen in deze wereld. Ik weet dat ik verslaafd ben aan drugs. Zwaar, zware verslaving. Bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het leuk? Smash zeker een duimpje omhoog. En ik maak morgen gewoon een nieuwe video, want ik vind het leuk. En ik heb schoenen aan om dit op te nemen. Dus let's go. Let's go. Hallo.
ben blijkbaar een enorme rager. En Leak heeft dus mijn account geband, permanent. Dus ik moet een nieuw League of Legends account maken om nog te kunnen...